Afgelopen zondag stond Lorenzo Burnet voor het eerst sinds 25 januari weer in de basis van FC Groningen. Op die 25 januari raakte Burnet tegen FC Utrecht al snel geblesseerd aan zijn linker enkel en stond hij voor de tweede keer dit seizoen lang buitenspel. Het duel tegen FC Dordrecht was pas zijn derde officiële wedstrijd dit seizoen voor FC Groningen en zijn eerste waarin hij de volle 90 minuten volmaakte. Lorenzo, hoe is het met je enkel? Goed. Ik heb de hele wedstrijd gespeeld, dus het gaat goed. Ja. Ja, want het is lang geleden denk ik dat jij 90 minuten hebt volgemaakt. Zo, ja. Ja, heel lang. Ik ben blij. Ik ben echt tevreden over mezelf dat ik eindelijk weer een wedstrijd mocht spelen en dat ik de hele wedstrijd heb gespeeld. Het zag er niet altijd best, maar dat komt nog wel. Dan moet ik gewoon mezelf tijd te geven en dan komt het wel goed. Ik wou dat zeggen, want dan heb je natuurlijk wedstrijdritme nodig en die heb je heel lang gemist. Ja, dat klopt. Ik heb zeker heel veel wedstrijdritme nodig, maar het komt wel goed, denk ik. De vorige keer dat Burnet een hele wedstrijd speelde was vorig jaar op 17 juli de Europese uitwedstrijd tegen Aberdeen. Daarna werd hij geplaagd door een heupblessure en een enkelblessure die hem de rest van 2014 aan de kant hielden. En dit jaar ging het tegen FC Utrecht dus weer mis met de linker enkel. Zware periode. Zoals mentaal. Jezelf toch scherp houden om weer, elke keer weer voor jezelf te gaan trainen, fitter te worden. Daar had ik het heel moeilijk mee. Maar uiteindelijk ja, wil je toch wel voetballen, dus dan moet je het wel doen. En, ja, het was wel een heel moeilijke periode. Echt heel zwaar. Hoe heb je jezelf daar doorheen gewerkt? Gewoon verstand opnieuw zetten. En opnieuw beginnen, steeds maar weer proberen vol te houden. Elke keer die oefeningen weer doen en zorgen gewoon dat je zo snel mogelijk erbij bent. Ik wil voetballen, dus ja, ik moest wel. Ik had geen andere keus. De linksbackpositie werd de laatste weken ingevuld door beloftespeler Decevio Payne. Payne liep vorige week tegen ADO Den Haag echter een kuitblessure op, waardoor de backpositie weer opnieuw ingevuld moest worden. Burnet bleek daarvoor weer fit genoeg. Ik hoorde het gisteren, dus had ik zo beginnen. Dus ja, Payne had wat lichte klachten, dus ja, het kwam eigenlijk heel mooi uit voor mij, zodat ik weer een wedstrijdje kon spelen. Wel heel jammer voor hem, maar dat wens je toch niet, een blessure aan je teamgenoot. Dus, maar ja, ik ben heel blij met die 90 minuten. Ja. En dan weer in de wedstrijd ook nog maar 2-0. Ja, en dan ben je ook nog kapot.